Wie van jullie heeft al kerstpakketjes ontvangen? Ja, 1 persoon, 3 personen. Dan nog een paar. Super. Nee, het is geweldig om, cadeautjes te geven, cadeautjes te ontvangen natuurlijk. Want cadeautjes ontvangen is altijd erg leuk. En dat is natuurlijk ook steeds meer dat het een traditie begint te worden in Nederland dat we cadeautjes met kerst geven. Met alle ophef rondom Sinterklaas natuurlijk. Maar ik vind het zo gaaf dat we in een serie mogen zijn getiteld Christmas Delivery. Dat we mogen nadenken over datgene wat eigenlijk God bij ons thuis brengt. Een speciaal geschenk wat hij voor ons heeft. En vandaag hebben we het over dat de bestelling onderweg is naar de bestemming. En Bob heeft het al eerder gezegd er is een familiedienst op 23 december. We gaan verder dan met het thema. En ook op kerstavond heb je de kans om veel mensen ook mee te nemen. En te gaan kijken naar wat het kerstcadeau dan precies is. En mag ik jullie een geheimje vertellen? Wat het cadeau is? Wil jullie het echt horen of niet? Oké, 3 mensen. Vrede. Vrede die God ons wil geven. Maar daar gaan we het volgende week meer over hebben. Vandaag wil ik het er ook al een beetje vast over hebben. Alvast het fundament leggen voor de boodschap van de kerstavond. Zodat we goed weten waar het allemaal over gaat. Afgelopen week hadden we een hele mooie preek van Joyce, toch? Ja? Hele inspirerende preek. En we zagen in die week hoe de engel Gabriel met 2 mensen gesproken heeft. Allereerst Maria, natuurlijk de moeder van Jezus. En ook met Zacharias, de vader van Johannes, die dan later de doper genoemd zou gaan worden. En beide zouden op bovennatuurlijke manier zwanger gaan worden. Maria, natuurlijk, zou zij op bovennatuurlijke manier bevrucht worden bij Zacharias en Elisabeth zou het wat minder bovennatuurlijk zijn, maar nog steeds een wonder, omdat ze beide al veel te oud waren om nog kinderen te kunnen krijgen. Maar God beloofde hun door die engel heen van, hey, je zult allebei zwanger gaan worden. Maar je moet je indenken hoe pijnlijk het geweest zou zijn voor Zacharias en voor Elisabeth, dat zij jarenlang, decennia lang hoopten op kinderen, maar die kinderen niet in staat waren om te krijgen. En je kunt dan ook zien in het verhaal dat Maria best wel open stond voor die boodschap van die engel en eigenlijk wel geloofde dat ze zwanger zou gaan worden. Maar Zacharias daar veel meer moeite mee had. Hij geloofde dat niet gelijk. En hij werd met stomheid geslagen tot aan de geboorte van Johannes. En weet je, er is een tijd geweest in mijn leven, het leven van Eva en mij, dat wij eraan twijfelden of we ooit ouders zouden gaan worden. En jarenlang waren we aan het proberen. We hoopten dat we kinderen zouden krijgen, maar het gebeurde maar niet. En toen zijn we uiteindelijk naar de arts toe geweest en hebben we allerlei onderzoeken gehad en dergelijke. En we hebben miskramen gehad, vruchtbaarheidstesten, van alles en nog wat hebben we doorgemaakt in een periode van ongeveer 2 jaar. En er leek maar niks te gebeuren totdat God opeens op best wel bovennatuurlijke manier ons een tweeling gegeven heeft. Zonder tussenkomst van IVF of dat soort dingen. Nee, God gaf ons gewoon gelijk een tweeling. Gelijk klaar. Maar ik kan me de pijn maar al te goed invoelen van mensen die dat dus niet hebben. Die dus niet zwanger konden worden. Of gezinnen die dus geen. Of echtparen die geen kinderen kunnen krijgen. Want we voelden dat zelf ook. En dat was best wel pijnlijk, die jaren. En wij zijn dankbaar dat God ons die kinderen gegeven heeft. Maar we voelen heel erg mee met hen die dat dus juist niet ervaren hebben. En ik kan me dus al te goed voorstellen hoe Zacharias na al die tientallen jaren van maar proberen en proberen en proberen, uiteindelijk dus geen kind gekregen hadden. En eigenlijk de hopen hadden opgegeven. Totdat die engel die boodschap brengt en zegt tegen Zacharias van, hey, jullie zullen zwanger gaan worden. En dan is er dat moment, en dat vind ik zo mooi, dat Maria, de moeder van Jezus, en Elisabeth, de moeder van Johannes, elkaar ontmoeten. En het waren nichten van elkaar. En Elisabeth een stuk ouder dan Maria uiteraard, want Maria was een jong meisje. En ze ontmoeten elkaar. En dan zie je dat het kindje in de buik van Elisabeth eigenlijk opspringt. En enthousiast is, omdat daar aan de andere kant, dat daar de Messias was in de buik van Maria. En je ziet ook dat Elisabeth vervuld werd van de Heilige Geest en bevestigde hoe bijzonder dat kind wel zou zijn dat in de buik van Maria aan het groeien was. En dan gaat het verhaal verder.
En wordt de spotlight eigenlijk gezet op Zacharias en Elisabeth. De pijn van het kinderloos zijn komt tot een einde. En zij bevalt van een zoon. Weet je, Joodse jongetjes werden op de 8e dag besneden. Dat was ook de dag waarop ze hun naam ontvingen. En meestal werden ze naar hun vaders vernoemd. Maar Elisabeth zei van nee. Hij moet niet Zacharias heten, hij moet Johannes heten. Dat is een naam die de engel hun gegeven had. Johannes betekent Yahweh is genadig geweest. God heeft ons gunst getoond. Dus ze wenden zich tot de vader en vragen van... Hey, klopt het wel wat je vrouw net zei, dat het kindje Johannes moet gaan heten? En op dat moment vraagt Johannes ook om een soort van hoe noem je het, schrijftablet. Maar dan niet zeg maar de iPad-achtige. En schrijft de naam op van wat de zoon, hoe die zoon moet heten. En die zegt, hij moet Johannes heten. En op dat moment kan Zacharias opeens weer spreken. En we lezen dat Zacharias dan vervolgens met de geest wordt vervuld. En dat hij zijn mond opent en een profetie deelt over zijn eigen zoon. Ik vind het zo mooi om op te zien ook als je kijkt naar het Bijbelboek Lucas en ook het Bijbelboek Handelingen. Want het is geschreven door dezelfde man, door Lucas, de arts. Iemand die geleerd had, iemand die ook wetenschappelijk was aangelegd. En die toch spreekt over de maagdelijke zwanger worden van Maria. Hoe bijzonder is dat? Dat een arts dat schrijft. En wat een thema is in Lucas en Handelingen is dat mensen vervuld werden met de Heilige Geest. Dat ze kracht ontvingen van de Heilige Geest. Dat ze vervolgens ook profetieën gingen uiten en in tongen gingen spreken. Dat soort zaken zie je terugkomen overal in zowel Lucas als in Handelingen. En hier zie je dat dus ook gebeuren. Dat deze man, Zacharias, een profetie uit over zijn eigen zoon, Johannes. Het thema van vandaag is delivery underway. De bezorging is onderweg. Het pakketje is onderweg. En wat duidelijk is aan de profetie die we zullen lezen, is dat deze Johannes de Doper, dat hij de weg zou gaan voorbereiden van het kerstpakketje Jezus. Zodat hij door mensen zoals jij en ik, gewone mensen, dat hij ontvangen kan worden door ons. En deze profetie van Zacharias die schept een heel mooi beeld van wie deze Johannes dan wel niet zou zijn, zou worden. Als hij op zou groeien. Maar hij schept ook een heel mooi beeld van de Messias en wie de Messias zal zijn. En ik wil gaan lezen vanaf Lucas hoofdstuk 1 vers 68 vanuit de HSV-vertaling. En als jij een Bijbel bij je hebt, zoek hem op. Lees mee of lees mee vanuit je app of zo. Maar er zijn 5 meenemers vanuit de tekst die ik je vanochtend wil meegeven. Ik wil beginnen met vers 68, daar staat dit. Geprezen zij de Heere, de God van Israël, want hij heeft naar zijn volk omgezien en er verlossing voor tot stand gebracht. En hij heeft een hoorn van zaligheid voor ons opgericht in het huis van David, zijn knecht. Een hoorn van zaligheid wordt ook wel vertaald als een hoorn van redding. Zacharias kijkt vooruit naar de komst van de Messias. Hij weet dat de Messias al onderweg is. En hij spreekt alsof al dit alles al vervuld is. Hij heeft omgezien naar zijn volk. Hij heeft verlossing gebracht. Met andere woorden, hij heeft zijn volk vrijgekocht. Alsof het allemaal al gebeurd is. Het volk vrijgekocht van slavernij. God ziet om naar Israël. Zijn volk. God ziet om naar zijn kerk. God ziet om naar jou en jouw gezin. God houdt van jou. Dat is denk ik mijn eerste meenemer. En ik denk dat het misschien wel de meest belangrijke is van mijn preek. Van Jezus ziet om naar jou. Hij ziet je in de situatie waarin je leeft. Hij ziet je in je nood. Hij ziet je ook in de vreugde die je misschien op dit moment meemaakt in je leven. Hij ziet jou en hij ziet om naar jou. God heeft een hoorn van zaligheid, een hoorn van redding opgericht. Een ramshoorn is een teken van autoriteit. Een teken van macht. De NBV-vertaling verwijst naar wat, hoe het hier vertaald is als zijnde dat de Messias een reddende kracht is. Een hoorn van redding zal van koning Davids familie komen. Want Jezus is een afstammeling van David, koning David, de tweede koning van Israël. De Messias zal van een koninklijke lijn afstammen. Hij zal een koning zijn. Dan gaat het verhaal verder in vers 70.
zoals hij gesproken had bij monden van zijn heilige profeten, die er door de eeuwen heen geweest zijn, namelijk verlossing van onze vijanden en bevrijding uit de hand van alle die ons haten. Weet je, het hele Oude Testament. De Bijbel bestaat uit twee delen. Als je nog niet zo bekend bent met de Bijbel, het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Het Oude Testament hield een paar honderd jaar op, eigenlijk voordat Jezus geboren werd. Maar je ziet dat het Oude Testament gevuld is met profetieën, met vooruitblikken naar die Messias die zal gaan komen. Dus als je het hele testament, Oude Testament doorspit, kun je een plaatje krijgen van hoe die Messias nou werkelijk zal gaan zijn, hoe Jezus zou zijn. Maar het interessante is dat voor de komst van Jezus, dat met al die oud-testamentische profetieën in je handen, je toch nog niet het volledige beeld krijgt van hoe die eruit zou zien en wie het zou zijn. Dat is ook waarom er zoveel verwarring was in de tijd van Jezus. Van is hij werkelijk de Messias of niet? Je moet het een beetje zien als een soort van puzzel. Wie van jullie houdt er van puzzels maken? Ja? Als je een puzzel maakt van 1000 stukjes, ben je super blij als er een plaatje, een foto is van hoe die puzzel eruit moet zien als hij klaar is, toch? Want het is super lastig om de puzzel in elkaar te zetten als je dat plaatje niet hebt. Je weet niet welk stukje waar hoort. Nou, zo moet je het Oude Testament zien. Zo moet je de oud-testamentische profetieën zien in het Oude Testament dus. Van, je ziet allemaal puzzelstukjes. Dit is hoe de Messias er straks zal uitzien. Maar we weten niet hoe ze samengevoegd kunnen worden. Sterker nog, het Oude Testament spreekt eigenlijk over twee belangrijke beelden van die Messias. Aan de ene kant heb je die koninklijke Messias die inderdaad zijn volk zal gaan bevrijden. Aan de andere kant zie je ook een beeld van de lijdende knecht. Dat zie je bijvoorbeeld in Jesaja. Dat zijn twee beelden die samengevoegd zijn in die persoon van Jezus. Maar vanuit het Oude Testament kon je niet zien dat die twee beelden bij elkaar hoorden. Dus het is moeilijk omdat voor mensen die voor Jezus leefden, om te zien van, die dienstknecht die zal komen, die is een leidende knecht, maar tegelijkertijd is hij een koningszoon. Dat konden ze niet zien. Pas achteraf, en wij hebben het voordeel dat we het Nieuwe Testament hebben, dat we terug kunnen kijken op het leven van Jezus, dat we kunnen zien hoe Jezus ook al die profetieën vervuld heeft. Voor ons is het makkelijk praten, maar voor de mensen die voor de tijd van Jezus leefden, maar ook in de tijd van Jezus leefden, was het veel moeilijker om te beseffen dat inderdaad Jezus die Messias was. Israël zal ooit verlost worden van haar vijanden. Maar toen Jezus voor de eerste keer kwam, 2000 jaar geleden, zouden degenen die in hem vertrouwden gered worden, niet van een fysieke vijand, in die tijd de Romeinen, hun onderdrukker, maar dat ze zouden bevrijd worden van een geestelijke vijand. En dat was de macht van de zonde. De macht van de zonde die eigenlijk macht heeft over elk leven, over het leven van elk mens. En dat is denk ik een heel belangrijke tweede meenemer die ik je wil meegeven. Jezus redt je van jouw innerlijke vijand, de zonde. Schrijf hem op. Jezus redt je van jouw innerlijke vijand. Weet je mensen, er is een oorlog gaande in het binnenste van ons allemaal. Ik weet niet hoe het met jouw leven staat, maar wat ik over mijn eigen leven kan vertellen is dat er inderdaad een oorlog gaande is in mij. Gevoelens van angst en bitterheid en hebzucht en jaloezie en arrogantie en trots en allemaal dat soort dingen vinden plaats in mijn hart en ik denk in het hart van ons allemaal. En wat we binnen in ons eigen hart zien, wat de mensen om ons heen vaak niet kunnen zien, wordt aan de buitenkant vaak zichtbaar als dingen als onvergevingsgezindheid en bitterheid. Een strijd die we voeren met andere mensen. Onvriendelijk naar andere mensen toe. Soms haat naar andere mensen toe. En uiteindelijk kan zich dat gaan vormen in geweld, oorlogen en dat soort zaken. Dat is allemaal het gevolg. De oorlogen die je ziet in deze wereld zijn het gevolg van de oorlog die er gaande is in ons eigen hart. In onze gebeden blijven we Jezus vragen om de wereld weer heel te maken. Maar in plaats daarvan zouden we moeten bidden dat hij ons heel maakt, jou en mij heel maakt. Dat hij ons verandert, dat hij de oorlog tot bedaren brengt in onze eigen ziel. Hij is gekomen om ons te redden van de zonde binnenin ons. De strijd binnenin jou die is veel ernstiger dan elke andere invloed van buitenaf. En dat is goed nieuws voor hen die in Christus zijn, want hij heeft overwonnen.
Jezus heeft overwonnen. En vanwege hem kunnen jij en ik ook die oorlog overwinnen die er gaande is in onze eigen ziel. Ons eigen hart. Daar mogen we God best dankbaar voor zijn. Laten we de Heer een applaus geven voor het feit dat hij die oorlog tot bedaren wil brengen. Vers 72. Gaat de profetie verder. Om barmhartigheid te bewijzen aan onze vaderen en te denken aan zijn heilig verbond. De eed die hij aan Abraham, onze vader, gezworen heeft om ons te geven. Dan denk je van, wat betekent dat allemaal wat hier gezegd wordt door deze Zacharias? Eigenlijk wat hij probeert te zeggen is dat hij zich houdt aan zijn belofte. Wat God gezegd heeft, zal hij ook doen. Wat hij gezegd heeft, zal hij doen. God had een verbond gesloten met de Israëlieten door hun voorvader Abraham. Hij beloofde Abraham, ondanks dat ook Abraham geen kinderen kon krijgen, beloofde hij niet alleen land, maar ook nageslacht. Te veel om te tellen. Zoveel als de sterren in de hemel en, de zand op, en het zand op de stranden. En hij beloofde dat door Abraham alle volken van de wereld gezegend zouden gaan worden. Dat was de belofte die God aan Abraham gedaan had. En Abraham moest ook heel lang wachten totdat die belofte vervuld zou gaan worden. Maar uiteindelijk deed God het. En de geboorte van Johannes en de geboorte van Jezus kort daarna was voor Zacharias een bevestiging dat God zich had herinnerd aan zijn verbond met het volk. Dat hij nog steeds hield van zijn volk en van de mensen als vroeger. En dat is mijn derde meenemen. God houdt van je met een eeuwig durende liefde en genade. Ook al lijkt het soms dat de belofte die God voor jou heeft, maar niet vervuld, in vervulling komen. God herinnert zich aan zijn verbond met jou. Hij herinnert zich aan zijn belofte die hij ook aan jou gemaakt heeft in Christus. Maar waarom hebben we hier dan zo vaak moeite mee? Waarom is het voor ons zo moeilijk om te beseffen dat God werkelijk van ons houdt? Dat God werkelijk een verbond met ons gesloten heeft? Weet je, de Israëlieten waren ook van God afgedwaald. Ze waren ongehoorzaam geworden. En toen Jezus geboren werd, waren er inderdaad mensen die ook ongehoorzaam waren aan God. Maar er waren ook heel veel mensen die eigenlijk op een soort van wettische manier probeerden God te gehoorzamen. Zich heel nauwgezet aan de regeltjes te houden. Maar uiteindelijk het hart achter de wet vergaten. Dat is wat er gebeurde in de tijd van Jezus. Getuigen alle schriftgeleerden, alle farizeeërs. Maar God houdt van jou met een eeuwigdurende liefde. Niets wat jij doet of niet doet, kan er ook maar iets aan veranderen. In negatieve zin of in positieve zin. God houdt al van jou met een eeuwigdurende liefde. Ongeacht van wat je gedaan hebt en wat je doet. Hij houdt van je. Hij wil zijn liefde en zijn genade aan jou tonen op een hele reële manier. Dan gaat het verder in vers 74. Dat wij verlost uit de hand van onze vijanden hem zouden dienen zonder vrees in heiligheid en gerechtigheid voor hem alle dagen van ons leven. Weet je, als Jezus komt en afrekent van onze geestelijke vijand, de zonde, dan kunnen we God dienen zonder vrees. We hoeven ons niet meer te schamen voor ons verleden. Weet je, ik denk dat we allemaal wat dingen gedaan hebben in ons verleden. Misschien nog wat dingen doen op dit moment in ons leven waarvoor we ons schamen. Waarvan we weten van, die kunnen het daglicht niet verdragen. En we proberen het eigenlijk te verstoppen voor God. Maar God zegt tegen je, je hoeft je niet langer te verstoppen voor mij. Want ik hou van je. En ik wil jou van binnenuit veranderen. Jou helpen om nieuwe, verstandige, gezonde keuzes te maken voor jouw leven. Israël, het volk Israël leefde in schaamte. God had het volk al meerdere malen geprobeerd te herinneren aan hun taken om hem te dienen met heel hun hart. Maar ze deden het maar niet. Uiteindelijk werden ze in ballingschap afgevoerd naar Babylon. Ze werden onderdrukt door de Romeinen. Maar God wilde een nieuw verbond gaan sluiten met het volk van Israël. Een nieuw verbond. Een verbond dat de harten van binnenuit zou gaan veranderen. Zodat het moeten een willen zou gaan worden. Het was niet langer meer van, ik moet me aan de regeltjes houden. Nee, God houdt zoveel van mij dat ik mij wil voegen naar zijn wil. Datgene wil doen wat hij van mij vraagt. En als mijn vierde meenemen. God geeft je een nieuw hart dat hem wil volgen en dat zijn wil doen. En als op het moment dat dat gebeurt, op het moment dat wij die soort van harttransplantatie krijgen in ons eigen leven,
dan wordt dat moeten inderdaad een willen. Dan verandert er iets van binnenuit. Het volgen van regeltjes om in de hemel te komen, gaan we dan vervolgens opzij zetten. Geloof gaat nu volledig om het liefhebben van God. Waarom willen we God liefhebben? Omdat hij ons eerst heeft liefgehad. En Johannes spreekt daar zo duidelijk over, dat God ons liefhad en daarom kunnen wij liefhebben. God liefhebben, maar ook elkaar liefhebben. En omdat hij zijn liefde in onze harten heeft uitgestort, willen we niet anders doen dan zijn wil doen. En we hoeven niet meer bang te zijn voor God. We kunnen namelijk nu in heiligheid en in rechtvaardigheid wandelen. We kunnen zijn zoals Jezus is in deze wereld. Niet vanuit eigen kracht. We hoeven niet proberen ons leven mooier te laten lijken dan dat het is. Maar we kunnen wel Jezus vragen en zijn Heilige Geest vragen, dag in dag uit, om ons te helpen om te wandelen in heiligheid en reinheid. Want hij is degene die ons daar kracht voor geeft. En op het moment dat we in de fout gaan, prima. We gaan gewoon naar God toe en vragen hem om vergeving. Heer, blijf mijn zonde. Vul me opnieuw met uw Heilige Geest. Doe iets nieuws in mijn leven. Heer, ik wil dat hart van vlees hebben. Ik wil niet langer meer het gevoel hebben dat ik moet. Alles maar zo nodig moet, maar dat ik mag. En dat ik vervuld word met uw kracht om dat ook daadwerkelijk te doen. Vers 76. Zegt Zacharia dit. En jij, kind, zult een profeet van de Allerhoogste genoemd worden. Want je zult voor het aangezicht van de Heere uitgaan om zijn wegen gereed te maken. En om zijn vol kennis van de zaligheid te geven in de vergeving van hun zonden. Johannes zou een profeet worden genoemd. Hij zal spreken namens God. Want dat is de belangrijkste taak van een profeet. Spreken namens God. En op die manier kon hij de weg bereiden voor de Heer, voor de Messias, voor Jezus. En de taak van Johannes was om mensen eigenlijk al voor te bereiden met zijn boodschap. Om mensen de kennis van zaligheid te geven. Met andere woorden, uit te leggen hoe zij gered kunnen worden. Door hun zonde waren ze van God gescheiden. En dat bracht zelfs veroordeling over het land, over het volk van God. Maar er is redding voor hen die geloven en hem aanvaarden. Hoe dan? Doordat hun zonde vergeven zouden worden. Maar weet je dat het woord vergeven eigenlijk geen recht doet aan wat er in het Grieks werkelijk staat? Dat gaat nog veel dieper dan alleen maar vergeven. Oh ja, ik vergeef je van datgene wat je tegen me gedaan hebt. Er staat werkelijk in het Grieks het kwijtschelden van de zonde. Ze zijn totaal weggevaagd. Je hoeft er nooit meer aan te denken, want God denkt er ook niet meer aan. God wil je zonde wegnemen. Hij wil je schaamte wegnemen. Weet je dat mooie beeld van dat ze in de diepste zee geworpen worden, dat er een bordje bij staat, vissen verboden. Dat is ooit Corrie ten Boom die dat beeld deelde. Maar zo is het wel, weet je. Als God onze zonden wil vergeven en vergeten, waarom zouden wij dan continu denken aan de fouten die we gemaakt hebben in het verleden? Waarom zouden wij ons dan continu schamen over datgene wat we in het verleden gedaan hebben? Nee, werp ze in het diepste van de zee en dat kan door Jezus. Nou, al dit is mogelijk vanwege het feit dat Jezus bereid was om aan het kruis te sterven voor jou en voor mij. Daardoor mogen we vrij zijn van zonde. Daardoor mogen we vrij zijn van het oordeel ook. Dat Jezus zou sterven aan het kruis voor ons. En God wil niet alleen dat Johannes de weg voor zijn zoon zou bereiden. Hij wil dat we allemaal de weg bereiden voor Jezus. Zodat hij in de harten kan gaan wonen van de mensen om ons heen die op dit moment nog ver van hem afstaan. Dat is mijn vijfde en laatste meenemen. God wil dat je de weg bereidt voor hem, zodat anderen de Messias kunnen ontvangen. God wil dat we allemaal kleine Johannes de Dopertjes worden. Dat we allemaal de weg bereiden voor de Heer in de harten van de mensen om ons heen. Misschien familieleden die ver van God afstaan. Misschien vrienden die ver van God afstaan. Collega's, buren. Dat we allemaal gebruikt kunnen worden op dezelfde manier waarop Johannes gebruikt werd. Dat we de liefde, de goedheid van God kunnen tonen aan de mensen om ons heen. Mijn vraag aan jou, deze kerstperiode is dan ook dit. Voor wie ga jij bidden? Of voor wie ben je aan het bidden? Aan wie ga jij Gods liefde laten zien? Wie ga je naar de kerk toe uitnodigen? Ook jullie die online aan het meekijken zijn. Wie ga je komen
Allereerst, want het is zo belangrijk om in het huis van God te zijn. Om samen te komen op de plek waar God zijn tegenwoordigheid is. En wie ga je uitnodigen vervolgens? En wie ga je meenemen ook naar de kerk toe? Bereid de weg voor andere mensen om de Messias te ontvangen. Weet je mensen, kerst is de beste periode van het jaar om dat te doen. Het is altijd een soort van herinnering van, oh ja, ik weet dat mijn oma naar de kerk toe ging. Oh ja, kerst, dat gaat toch over dat babytje die geboren werd? Weet je, er is altijd een soort van interesse bij iedereen aanwezig wel zo'n beetje in deze kerstperiode. Je moet wel een heel hard hart hebben, wil je er volledig voor willen afsluiten. En de meeste mensen staan er wel open voor. Voor die boodschap van kerst. Maar de vraag is, durven jij en ik een uitnodiging te geven, misschien een flyer te geven aan die buurman en die buurvrouw? Durven jij en ik om een gesprekje aan te gaan en te vertellen wat die Messias, die 2000 jaar geleden deze wereld inkwam en ook onze levens inkwam, om te vertellen van wat hij heeft gedaan, de hoop, het licht wat hij gebracht heeft in onze levens en het hoop en het licht wat hij wil brengen in de wereld om ons heen. En daar gaan de laatste versen ook over. Vers 78 en 79. Door de innige, ik ga deze lezen vanuit de NBV vertalen. Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God zal het stralende licht uit de hemel over ons opgaan. En verschijnen aan alle die leven in duisternis en verkeren in de schaduw van de dood, zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede. Mensen, ik vind het zo'n mooi beeld. Het is zo'n krachtig beeld wat hier gedeeld wordt. Het stralende licht uit de hemel zal over ons opgaan. Over ons opgaan. Het Grieks wat hier gebruikt wordt is hetzelfde woord als in vers 68 wordt gebruikt en wordt vertaald als omzien naar. God ziet om naar ons. Weet je, God is als een soort van bovennatuurlijke zonsopgang die naar ons omziet. Het stralende licht uit de hemel, dat is zoveel meer dan alleen maar een gewone zonsopgang die we in deze kerstperiode helaas niet zo heel erg veel zien met alle grijsheid hier in Nederland. Maar dit is de zonsopgang van de Allerhoogste. Zijn stralende licht zal uit de hemel schijnen in de duisternis van een gebroken en door oorlogen verscheurde wereld. Een wereld zonder vrede, een wereld zonder shalom. Het is een zonsopgang die nooit zal stoppen. Toen Jezus 2000 jaar geleden de wereld inkwam, begon die zonsopgang. En die wordt alleen nog maar feller, wordt alleen nog maar mooier. En God laat zien daardoorheen dat hij naar ons omziet. God geeft licht in de duisternis. Als je denkt aan kerstmis, als je denkt ook aan een beetje de Joodse varianten van Chanukka, dat is het feest van licht. Het licht is in de wereld gekomen. God geeft licht aan iedereen die in de duisternis verblijft en iedereen die in de schaduw van de dood verblijft, gebonden door angst voor de dood. Laat geloof de angst verdrijven in je eigen leven. Laat geloof de angst verdrijven in de levens van de mensen om jou heen. We hoeven niet meer bang te zijn voor de dood. Dat we weten dat als we doodgaan, als we Jezus kennen, dat het alleen maar winst is. Dat we in zijn tegenwoordigheid mogen zijn. Dat er nooit meer pijn is, nooit meer angst is. Nooit meer dood is als we bij Jezus mogen zijn. En de tekst hier zegt, we kunnen onze voeten zetten. In het Grieks zegt dat hij onze voeten zal leiden op de weg van de vrede. Onze voeten zal hij leiden op de weg van de vrede. Niet alleen maar de voeten van de Joden, van de Israëlieten, maar van iedereen. De weg van vrede. Weet je, de Bijbel zegt, Jezus zegt over zichzelf dat hij de weg, de waarheid en het leven is. En zelfs als Jezus de weg bereidt voor jouw verlossing, zul je zelf op die weg van vrede moeten gaan lopen. De weg ligt open voor jou om er een stap op te zetten. En Jezus roept jou en mij om hem te volgen. Op dat pad, op die weg. We willen allemaal onze voeten zetten op de weg van de vrede. Ik denk dat als je kijkt naar de wereld om ons heen, hoezeer mensen verlangen naar vrede, hoezeer mensen verlangen naar wat in het Hebreeuws aan shalom genoemd wordt. Allemaal verlangen we daarnaar. Allemaal verlangen we naar vervulling. Allemaal verlangen we naar rust om dat te ervaren. Alleen we zoeken het op de verkeerde plekken. Want alleen Jezus de Messias kan jouw voeten leiden naar de weg van de vrede
als Hij, de vredevorst, verschijnt als een stralende licht van de hemel in jouw leven. En zijn huis thuis mag vinden in jouw hart en mijn hart. Dat is hoe we die vrede toe kunnen laten in ons leven. En mijn gebed is het voor jullie allemaal dat we die vrede mogen vinden. En dat we straks ook in het kerstweekend, dat we vele mensen mee zullen nemen. Dat zij ook die vrede in hun eigen hart mogen ervaren. Dus ga erover nadenken. Ga ervoor bidden. Wie kun jij meenemen? Naar het huis van God, zodat zij die liefde, zodat zij die vrede in hun eigen hart kunnen ervaren. Want God houdt van mensen. God is betrokken met mensen. Hij geeft om jou. Hij ziet om naar jou, zoals we al eerder gezien hebben in deze profetie van Zacharias. Laten we onze ogen sluiten, onze hoofden buigen. Heer, we komen tot u op dit moment. We danken u, Heer, voor het feit dat u een God bent, Heer, die werkelijk vrede wil brengen in onze levens. Vader, als we kijken naar ons eigen leven, dan zien we dat de stormen vaak razen. Niet alleen om ons heen, maar vooral ook in ons. We bidden, Heer, dat die vrede van Jezus, die shalom van Jezus, dat die ons hart mag vullen. Dat uw liefde ook ons hart mag vullen en alle vrees mag uitdrijven. Alle angsten, alle bezorgdheid mag uitdrijven die er door ons heen gaan, Vader. En die onze vrede wegnemen. Vader, ik bid, Heer, dat u iets bovennatuurlijks gaat doen in de komende 2 weken. Dat we onze eigen ogen mogen vestigen op Jezus. Dat we anderen mogen helpen ook om die vrede te vinden bij Hem. Om voor hen te bidden, om uw liefde te laten zien, om hen uit te nodigen, om hen ook naar de kerk mee te nemen, Vader. Heer, ik bid dat deze kerst anders zal zijn dan alle andere kerstmissen voorheen, Vader. Dat u werkelijk iets nieuws gaat doen in ons midden. In ons hart. En misschien ben je hier vandaag en terwijl onze ogen gesloten houden, onze hoofden gebogen. Misschien ben je hier vanochtend en ervaart een gebrek aan vrede. Mijn vraag aan jou is, staat de vredevorst, Jezus, op nummer 1 in jouw leven? Heb je hem werkelijk de ruimte gegeven om jouw leven te vervullen met die vrede die hij voor jou bestemd heeft? Waar sta jij in je relatie met God? Hij wil je die vrede geven. Hij heeft die vrede aangeboden. Hij heeft er alles aan gedaan zodat jij die vrede kunt ontvangen. Maar waar sta jij in je relatie met hem? Als jij hier bent en jij zegt van, Heer, ik heb die vrede nodig. Ik wil die vrede toelaten in mijn leven. Dat is maar 1 ding wat ik tegen jou kan zeggen. En dat is, laat Jezus toe. Laat die vredevorst toe in jouw leven. Als jij dat bent, terwijl iedereen zijn ogen gesloten heeft, wil ik je vragen om heel kort je hand op te steken. Het is een moedige beslissing om te zetten. Als teken van, Heer, ik wil de vredevorst toelaten in mijn leven. Ik wil de vrede die u voor mij hebt ontvangen in mijn leven. Als jij dat bent, steek je hand op. Ik wil heel graag met je bidden. Ik geef een momentje. En als jij dat bent, ik zie een hand, dank je wel. Misschien is er nog een hand. Ik weet dat er mensen zijn die snakken naar die vrede. Laten we samen bidden. Laten we samen dit gebed uitspreken. Heer, ik dank u voor uw Zoon Jezus. Dat hij mijn vredevorst is. Dat we samen bidden. Dat hij naar deze wereld gekomen is. Om te sterven voor mijn zonden. En om op te staan op de 3e dag... zodat ik het leven mag ontvangen. Leven zoals het bedoeld is. Een eeuwig leven. Een leven vol van vrede. Vandaag geef ik mijn leven aan u. En maak u de Heer en verlosser van mijn leven. Ik maak u de vredevorst van mijn leven. En ik zeg tegen u, ik wil u volgen, Heer Jezus. In Jezus' naam, amen. En amen. Laten we de Heer een geweldig applaus geven. APPLAUS